En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een schuld. In Engeland willen ze bijtgragenhonden of heftige bijtgragenhonden verbieden. Wat vindt u daarvan als ze dat in Nederland gaan doen? Ik vind dat goed, ja. Want het blijft toch gevaarlijk voor de mensen en voor kinderen en zo. Dus je krijgt ook angst voor honden als ze bijten. Dus, Ja, het is moeilijk om te zeggen, want eigenlijk de eigenaars zijn verantwoordelijk voor hun hond. Als ze zelf denken dat het daar niet goed mee gaat, dan zou ik zeggen, doe er iets aan en train die hond beter of wat dan ook, wat je mogelijk is. Maar ja, om te verbieden vind ik ook weer heel erg moeilijk, want je weet soms ook niet wat de situatie is. Hè. Een hond kan ook aangevallen worden en dan op terugreageren. Ja, verbieden vind ik best wel heftig eigenlijk, als je ze gewoon goed traint. Ik vind sowieso, als je een hond hebt, moet je hem gewoon goed africhten. Ik vind niet dat je per se moet verbieden. Ja, bijtgraag is natuurlijk een vrij breed gebeuren. Want ja, het is, welke hond is bijtgraag? Ik denk elke hond op zijn manier. De ene hond deert het wel, de ander niet. Het is moeilijk om daar een grens te leggen van dat ras. Dat moet verboden worden en dat ras mag ten alle tijde. Want ook het ras waarvan wij vinden, die zijn altijd braaf en lief, die kunnen misschien wel eens een keer bijten. Maar het baasje moet met de hond samen socialiseren dus. Ja, eigenlijk wel. Goede trainingen volgen met de honden, dat hij gewend is met meerdere honden om te gaan. En als je dan merkt dat een hond echt agressief is, ja, dan zul je toch intensieve behandeling moeten doen voor die hond met de baasje. Ja, dan moeten die baasjes er beter voor zorgen. Want het ligt niet aan de honden, hè? Nee. Nee. Ja, sommige types wel, hè? Ja, maar de meeste sommige types wel, ja. Ik heb zelf een hele grote mooie hond. En die heeft hele mooie brede kaken, maar een heel lief karakter. Dus een bedodog. Dus het ligt eraan hoe ze het gaan doen. Kijk, natuurlijk wil je dat niemand gebeten wordt. Dus de opvoeding van de hond is heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die heel erg behept zijn met die dieren. En er heel erg gek van zijn. Maar nogmaals, dan zou ik wel de restrictie oprichten van... jongens, alleen die honden op je eigen erf, achter het hek, mogen per se geen anderen erbij kunnen komen. Op die manier zou ik denk ik een regel om het 100% te verbieden dat bepaalde rassen nog... Ja, vind ik lastig.